We hebben een boel mooie spulletjes gehad. Kijk dan, wat een verzameling, hè. Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Veel van jullie die vragen steeds om de tank. Hè, wanneer komen er weer tankvideo's? Wel nu, we hebben natuurlijk niet stilgezeten. We hebben allerlei dingen gedaan aan de tank. Alleen, ja, we willen steeds eigenlijk dingen van één onderwerp combineren om één mooie video van te maken. Maar dat zit er eigenlijk helaas niet in. Maar we kunnen natuurlijk wel even laten zien wat we allemaal al gedaan hebben. Dus laten we eens even kijken naar bijvoorbeeld de brandstofpomp. Kom, we kijken er gauw in. Daar zit een mooie. Maak hem dan open, hoor. Oeh, kijk eens. Zal ik hem maar gewoon vol met diesel laten lopen? Ik kan het alvast een beetje intrekken allemaal. Dat ligt daar al lekker te weken in. De diesel. Even daar de mat openmaken, erin kijken. Oei oei. Nou Derek, kom maar eens kijken. De rest van die motor ook zo was. Dit ziet er echt nog kei netjes uit. Zit een beetje vast. Kijk dit. Die zou eigenlijk allemaal zo moeten bewegen. Onder ligt namelijk een nokkaas en die drukt hier al die plunsers zo allemaal in. En dan pompt hij hier de diesel naar de verstuivers. Deze die zit los en deze die beweegt ook, zie je. Die zit weliswaar ingedrukt door de nok, maar er zit wel gang in. Deze die heb ik in weten te drukken net, maar die veert nou natuurlijk niet terug. En de andere die willen allemaal nog niet echt. Ja, die tank die heeft natuurlijk 20 jaar stilgestaan en je begrijpt dat die brandstofpomp echt hartstikke vast zit. Ja, om er nou toch een beetje los te krijgen, hebben we er diesel in laten lopen om hem in te laten weken. We zijn even aan het kijken of er ondertussen wat meer plunjers van onze brandstofpomp los zijn gekomen. En het goede ding is dit, waren er al een aantal los. Vorige keer had ik er een paar ingedrukt, zo met het bandijzer, en dan heb ik er zo kracht op gezet. En die kwamen dus niet meer terug. Dus het veertje was niet sterk genoeg om het plunjertje weer naar beneden te drukken. Maar dat was nu niet meer, dus blijkbaar zijn ze door een tijdje zo in de diesel liggen te weken, zijn ze toch weer teruggeschoven. En nou is het me gelukt om een paar meer nog in te drukken weer, dus ja, ik denk dadelijk maar gewoon weer vol diesel zetten en dan weer laten weken. Volgens mij zijn we goed onderweg zo. Kijk hier, deze hè, die zit nou, die heb ik net ingedrukt, zie je dat? Die is nou los hier van het plungertje die hem erin drukt. Kijk, kan ik zo. Plop, zie je? Nou is je weer terug. Kijk, dan kan ik met deze weer. Als ik dat een paar keer doe, dan komt hij weer los. Great success! Even kijken bij de brandstofpomp. En er is er weer een die ik heb kunnen bewegen. 7 plungers, helemaal tip top, die werken. En 5 zitten nog vast. Maar een tijdje laten weken en dan nog maar een keer proberen of er meer vrijkomen. Hey, zal ik eens iets goeds vertellen? Gisteren diesel erin gezet. En ik heb ondertussen alweer 3, zeg maar, die ik alweer omhoog heb kunnen wringen, zeg maar. Beetje op en neer jutteren en dan doen ze het weer. Ja! Hey, 10 plungers werkend. Ja, terwijl ik zo al bezig was met die brandstofpomp, met de frikken en zo, toen heb ik eigenlijk nog iets leuks ontdekt. Moet je maar eens even kijken. Onze tank heeft een zomer- en winterstand. Kijk dan hier. Summer en hier winter. En zit hier een inkepingtje. Ik denk, hoe zit dat dan? Moet je kijken, deze ring. Die kun je eraf pakken, zo. Bloep. En dan zet je hem zo, een kwartslagje verdraaid. Dan zit hij daarin. Kijk, want die nokjes vallen daarin. Kijk, maar dan zit je verder ervan af. Ja, die splijn die je ziet, die is zeg maar, ja, die is zo schuin gedraaid. Dus dan is net, ja, dan verdraait hij heel de pomp een beetje. Ja, en daarom zit die bus, want die bus die hier overheen zit, daar zat ook een veer in die hier tegenaan drukte. Dus je kunt
kunt, als dit allemaal gemonteerd is, dan kun je gewoon met je hand die bus opzij trekken zo. En dan kun je die ring, hop, klik, slagje verzetten. En heb je hem eindelijk al los? Ja, er zitten dus nog twee. Deze. Deze, die zit als een hooi. Wow. Het was even beulen met twee, of niet, Erik? Het is wel gelukt, hè? Dat wou ik maar zeggen. Kijk dit. Maar na een heleboel wrikken is het toch allemaal losgekomen en het werkt ook helemaal weer. Ja, dat is echt alweer een onderdeel helemaal netjes in orde van de motor. Maar daarmee zijn we er natuurlijk nog niet, want er zijn een heleboel onderdelen die echt niet meer te herstellen zijn. Dus we hebben ook nog maar onderdelen nodig. Die hebben we even gehaald. We zijn onderweg. Ja, we zijn hier. Dit is Piet. En Piet die heeft een trekker met dezelfde motor. Nou ja, dezelfde motor. Eigenlijk een helemaal opgevoerde motor, hè? Ja, klopt. Oh, hier. Boom. Ja, die ligt helemaal uit elkaar. Ja. Dirty Dozen. Ja. Dit is een 38,8 liter V12. De originele motor die komt uit Oekraïne. Dus de Transmash motor. Kachief, ja. Ja. En eigenlijk met het motorblok waarmee ik rij eigenlijk niet met een Transmash. Ik rijd met een Silnik Wola. Silnik Wola is eigenlijk een fabriek in Polen die imitatiemotoren maakt. En die hebben eigenlijk van de stalen versie hebben ze een aluminium blok gemaakt. Hoe zien de zuigers van deze motor eigenlijk uit? Dat vroeg mij ook af, want er zijn heel veel varianten van, begreep ik. Nog meer. Het speelt er nieuw weer aan. Deze komen echt letterlijk uit het vet. Er waren nog zuigers die helemaal bewerkt moeten worden om de klepsparing erin in kwijt te kunnen. Zo, kijk hier dan. Kijk hier tussenin. Hebben wij nozzels laten maken. Ja, dan is, ja, je rijdt niet met diesel, maar je spuit daar langs methanol in. Kijk hier dan. Ja, dat is geweldig. Dit is bij ons echt allemaal weggerold en zo. Ja. Nee, mag je gewoon allemaal meenemen. Oh, dankjewel. Ah, van die. Ja, dit zijn de verstuiverleidingen. Verstuiverleidingen. Ja. Hier hebben we bussen. Ja. Twee bussen. We hebben een boel mooie spulletjes gehad. Hé, hey Piet, hartstikke bedankt, joh. Graag gedaan, veel plezier ermee. Waar kunnen ze jou zien? Ze kunnen ons volgen op Facebook. Dirty Dozen, als ze daar op Facebook intoetsen. Net op de spatborden. Net op de spatborden, daar kunnen ze ons volgen. Maar ik hoop dat jullie er veel plezier mee hebben met spulletjes. En, ja, dat komt goed. Bouw contact. Doen we zeker. Super, hey, hartstikke bedankt, joh. Ja, eenmaal thuis aangekomen, hebben we even alle onderdelen op een rij gelegd. Dan moet je kijken wat we allemaal hebben gehad van die mannen. Echt super. Cilinderbussen. Verstuiverleidingen. Kleppendeksels. De inlaatspruitstukken, koppakkingen, zuigerveren, nog wat extra leidingwerk, prop om cilinderbussen erin te persen. En hier nog de leidingen en de verdeler voor de luchtstarter. Er zit hier een extra draadeindje en dat kan niet. Je moet het draadeindje gewoon eruit draaien en dan past hij wel. Ja, de kleppendeksel, dat bleek niet helemaal hetzelfde. Er was eigenlijk een draadeindje te veel. Die hebben we eruit gehaald en toen paste die echt perfect. En toen was Rob van Hempel, die was nog langs gekomen om verf te brengen. Kijk nou toch eens. Ja, hier is Rob. En Rob die is van Hempel. En Hempel, jij levert verf, hè? Wij leveren verf, ja. Zo. Of dan mij niet aan gevechtstanks. Meestal aan scheepvaartindustrie. Maar op een tank kan het ook prima. Dus, supermooi. We hebben het meegenomen. Het is niet in de specificatie. Oeh. Oeh. Grote tank en grote emmer. Kijk dan, wat een verzameling, hè? Ja, het is twee componenten verf. Dit is de verf en dat is de verharder. En het is niet allemaal dezelfde kleur. Het is niet allemaal beige eigenlijk. Hè? Maar er zit ook wit zit er ook bij. Voor de binnenkant. Hè? Want de zijkanten waren wit. En er zit ook grijs bij voor het motorruim en de onderkant. Dus we hebben verschillende kleurtjes.
Rob, hartstikke bedankt, joh. Prima. En we houden contact. Goed, mannen, graag. Hey, tot ziens. Hey, tot ziens. Ja, super bedankt natuurlijk aan degenen die allemaal hebben bijgedragen weer aan deze video. Natuurlijk, Trek Team Dirty Dozen. En uiteraard Rob van Hempel voor de verf. En jullie bedankt voor het kijken. En tot de volgende.